Ik wil van hieruit ook kijken naar onze assemblée en onze DNA-leden. Want ik heb van mijn fractievoorzitter, heb ik in de afgelopen 2 weken zeker 2 sms'jes gehad. Waarbij hij aandacht vraagt voor uw verantwoordelijkheid in de assemblée. U bent gekozen door de NDP, voor de NDP. En de NDP heeft er alles aan gedaan. We hebben maanden gewerkt. We hebben ontzettend veel efforts gestopt om 26 zetels te halen. Om u daar te plaatsen om het volk te vertegenwoordigen. Maar ook de NDP. En het moet me van het hart dat ik dan van mijn fractieleider moet vernemen dat wij niet eens quorum kunnen verlenen of quorum kunnen hebben in de assemblée. Is onkan. Ik vraag u, neem uw verantwoordelijkheid, want wij gaan ook met u moeten afrekenen de komende verkiezing. Degene die geen invulling geven aan een positie waarvoor ze gekozen zijn. Mensen, ik hef mijn vinger op als waarschuwing om ook dat heilloos pad om te zeggen van ik ga niet. Als u niet meer wil gaan, bedankt. Dan nog Comoro. We kunnen zo niet verder gaan. Ifinowani, Teguno, bedankt. Er zijn opvolgers die wel willen. Zo eenvoudig is dat. Maar wij kunnen het ons niet permitteren om daar te zitten zonder quorum. De voorzitter van de partij. Welkom, voorzitter. Om terug te komen op de assemblée. Ik vraag u, dames en heren, assembleeleden. U bent daar om een job te doen voor het volk. Een job te doen voor de partij. En maakt u het de voorzitter en de fractieleden niet moeilijker dan ze het al hebben, dat ze mensen moeten bellen om quorum te hebben om zaken in orde te maken. Laat dit tot het verleden behoren, anders zullen wij genoodzaakt zijn vanuit de partijleiding om op te treden tegen u. U hebt een job, if you know what, doe het gewoon lazy. Bedankt. Zo eenvoudig is dat.